In deze film gaan we een parallax effect creëren. En een parallax effect is eigenlijk een variant tussen 2D, een simpele foto, en 3D, iets waar je diepte in ziet. En dat is eigenlijk een soort 2 en een half D. Zo wordt het ook wel eens genoemd. Nou, wat is een parallax effect? Een parallax effect is eigenlijk een, een vorm van verschuiving waarbij dingen veranderen. Dus ik ga in het geval van deze foto de achtergrond een klein beetje groter maken en de persoon in de voorgrond een klein beetje kleiner. En dan zou ik dat heel eenvoudig kunnen doen. Maar het parallax gebeuren zit hem natuurlijk in de beweging. En die beweging gaan wij ook maken in Photoshop. We gaan een klein filmpje maken van zeg maar 4-5 seconden. En daar gaan we die beweging in stoppen. Nou, en om dat voor elkaar te krijgen, moet ik dus eerst voorgrond en achtergrond van elkaar zien te scheiden. En dat doe ik gewoon heel simpel door een selectie te maken via het toverstafje of de tool snelle selectie te vinden met de W. En ik klik hierboven op onderwerp selecteren. En zo in eerste instantie lijkt het erop dat het allemaal gewoon wel vrij aardig gelukt is. Ik maak de selectie nog even een klein beetje beter. En hoe beter je selectie is, hoe mooier je effect natuurlijk zal worden in het uiteindelijke resultaat. Maar ik doe dit gewoon even uh, vrij snel. Ik maak me bijvoorbeeld geen zorgen over de losse haren hier. Maar dat zou je natuurlijk gewoon voor een, uh, voor een goed resultaat wel moeten doen. En ik hou hem even zo. Nu ga ik mijn persoon dupliceren naar een nieuwe laag en dat doe ik nadat hij geselecteerd is door de selectie met Ctrl J naar een nieuwe laag te halen. En je ziet, ik krijg gewoon een nieuwe laag met daarop alleen mijn persoon. Daaronder wil ik een laag zonder mijn persoon. Ik wil eigenlijk gewoon een uh, laag met alleen de achtergrond. En in dit geval zijn er wel bossen achter die persoon, maar ik kan, ik kan niet even zeggen van hé, hey, ga even aan de kant. Uh, tenzij je gewoon in Photoshop gaat verwijderen met inhoud behouden. En daar heb ik de vorige keer al een filmpje over gemaakt. En dat zou je hierboven nog eens een keer op je gemak terug kunnen zien. Maar ik maak dus een selectie van mijn persoon. En dat doe ik door de Ctrl ingedrukt te houden. En op het icoontje van laag 1 te klikken in dit geval. En daarmee is mijn persoon die ik net heb uitgesneden weer opnieuw geselecteerd. En dan blijf ik op de laag achtergrond staan. En ik ga gewoon naar Bewerken. Vullen met behoud van inhoud. Ik maak mijn selectie een klein beetje groter. Totdat de persoon gewoon netjes is weggewerkt naar mijn idee. Nou, laat ik het hier even ophouden. En ik druk op OK. En ik krijg dit als resultaat. Ik maak de selectie ongedaan door op Ctrl D te drukken. En ik vraag me af of ik hier eigenlijk wel gewoon helemaal happy mee ben. Nou, nee, nog niet helemaal. Dus ik ga op deze laag nog gewoon even netjes met de hand wat bijklonen via het kloongereedschap. En ik haal hierboven gewoon nog even net dat harde randje weg. En ook hieronder vul ik nog eventueel extra wat dingen in. Photoshop kan dus een hoop, maar nog steeds niet alles. En af en toe moet je hem daar dus gewoon een klein beetje bij helpen. Aangezien dit een lekker, uh, hoe heet het, vage achtergrond is, werkt dit op zich wel heel eenvoudig. En zo laat ik het even. Vervolgens moet ik deze twee lagen, mijn, mijn laag met gekloonde dingen en de achtergrondlaag nog even bij elkaar samenvoegen. Nou, dat doe je gewoon door beide lagen te selecteren en op ctrl-e te drukken. En ik heb zo één keurige laag met achtergrond en daarboven staat een laag, hij is nu nog uit. En als ik hem aanzet met mijn model en dit is dus mijn oorspronkelijke foto. Met deze twee lagen kan ik dus gaan spelen om een parallax effect te krijgen. En zoals ik je daar straks al vertelde, dat zal een nieuw filmpje moeten worden. Want je wil natuurlijk ook gewoon die beweging zien op je scherm. En met een enkele foto, ja, dat is gewoon één opname, dan gaat dat niet. Dus ik ga een nieuw document aanmaken. Dat doe ik met de sneltoets Ctrl-N. Je krijgt dan het volgende venster voor je neus. En de resolutie die ik hier kies is 1920 breed en 1080 hoog. En ik kies in dit geval voor een zwarte achtergrond. Maar dat maakt op zich vrij weinig uit. En ik krijg vervolgens dit. Dit gaat mijn film worden. En ik ga dus eerst beide lagen inkopiëren op dit document. Dus ik ga boven naar mijn andere foto. En ik selecteer beide lagen. En ik klik met rechts. En ik zeg: Lagen dupliceren naar in dit geval naamloos. Nou, ik krijg een foutmelding over kleurruimtes. De bron is uh, srgb en het doel is uh, adobe-rgb. Nou, dat ga ik gewoon negeren, want dat maakt dadelijk voor de film toch weer vrij weinig uit. En je ziet, beide films zijn erin gekopieerd. Alleen ze zijn veel te groot. Ze steken ruim buiten mijn frame uit. Nou, via het verplaatsgereedschap, en als je dan hierboven de transformgereedschappen aan hebt gezet. Dan kun je beide lagen in één keer gewoon wat meer in het midden zetten. En als je nu aan een van de ankerpunten gaat trekken en je houdt de Alt ingedrukt, dan gaat hij uit van het midden en trekt hij dat gewoon keurig netjes bij elkaar naar binnen. En ik ga het zo even houden. Je kunt op Enter drukken, dubbelklikken over het plaatje of hierboven op het vinkje om dit definitief te maken. En je ziet, nu past het gewoon allemaal wat beter. Moet ik nog die beweging erin gaan brengen? Nou, dat doe je dus door middel van dit om te zetten naar een video. Je kunt hierboven bij venster kiezen voor tijdlijn. En als je die aanvinkt, dan krijg je er een extra venster bij. En dat venster wordt dadelijk de tijdlijn van je video. En om de lagen toe te voegen aan je video klik je gewoon op video tijdlijn maken. En je krijgt vervolgens twee lagen. Je hebt laag 1, laat ik die gewoon eens hernoemen naar model. En je hebt de achtergrond. En die lagen die vind je dus ook terug in je videotijdlijn. En je videotijdlijn is eigenlijk niet meer dan een weergave van 0 aan de linkerkant tot in dit geval 5 seconden aan de rechterkant. En dit is dus een grafische weergave over van wat er gaat gebeuren. Ik ga even uit dat je nog niet zoveel ervaring hebt met films, maar eigenlijk is dit ook gewoon hartstikke logisch. Hieronder heb je een balk waarmee je in en uit kunt zoomen. Als ik een klein beetje uitzoom, dan zie je bijvoorbeeld daar keurig 05 00 staan met een F erachter. Nou, dat betekent dat in dit geval dat het 5 seconden is en dat is frame 0 van die 5 seconden. Want je hebt ook bijvoorbeeld frame 15 na 4 seconden. En filmen werkt in de regel met bijvoorbeeld 30 frames. Er zijn ook nog wel andere stappen tussen. Maar in dit geval gaan we even uit van bijna 30 frames. 29,97 om precies te zijn. Dat is een, uh, een standaard in de video-wereld. En Photoshop werkt daarmee. Om films te bewerken, overigens. Photoshop kan het wel. Uh, er kan meer mee dan je denkt. Maar het is geen film-editor. Dus zie het gewoon niet als alternatief. Als film editor. Daar heb je vele betere versies voor. Binnen Adobe heb je daar Premiere Elements voor of Premiere Pro of bijvoorbeeld After Effects. Daar kun je meer mee dan met Photoshop. En uh, zeker voor Premiere Pro of After Effects is de leercurve net zo ingewikkeld als voor Photoshop. Daar ben je wel eventjes mee zoet voordat je dat onder de knie hebt. Stel dat je deze film korter of langer wil maken. Nou, ik, ik zei daar straks dat ik hem korter wilde maken. Vier seconden. Als je hier aan het einde gaat staan. Dan verspringt je cursor naar een soort haakje. En kun je hem gewoon een klein beetje naar links slepen. En je laat hem los wanneer het goed is. En je kunt hem natuurlijk ook naar rechts slepen om hem langer te maken. Maar in dit geval hou ik ze allebei even lang. En we gaan dus in 4 seconden tijd gaan we dus de achtergrond groter maken. En het model gaan we dus een klein beetje kleiner maken. En dat is op zich heel eenvoudig. Laat ik gewoon eens beginnen met het model. Om de grootte van een laag te veranderen in een video, moet je hem omzetten naar een slim object. Is het geen slim object, dan zal de transformatie naar groter of kleiner nooit uh, vloeiend kunnen verlopen. Je kunt hem wel groter maken, maar dat is dan gewoon maar één keer. Er zit geen verloop in. Dus ik maak er eerst een slim object van door er met rechts op te klikken te kiezen voor omzetten in slim object. En je ziet er een klein icoontje bij komen. En dat doe ik ook even voor de achtergrondlaag. Ik wil mijn model dus wat kleiner hebben. Kleiner dan dit. Althans, na 4 seconden. Bij 0 seconden vind ik dit prima. Dus ik ga uh, eerst vertellen dat dit zo kan blijven bij 0 seconden. Hier aan de zijkant zie je een heel klein pijltje staan. En klik je daarop, dan krijg je drie regeltjes eronder bij. En deze drie regeltjes die vertellen iets over wat er gaat gebeuren in de loop van de tijd. En wat ik eigenlijk wil is dat de transformatie verandert. Dus bij 4 seconden moet die anders zijn als nu. En nu vind ik hem eigenlijk wel prima. En om te zeggen van, hé, hey, dit is een goed punt, dit moet je even vasthouden, maken we een zogenoemd keyframe. En dat doe je gewoon heel simpel door op dit kleine soort stopwatchje te drukken. En als je daarop drukt, dan zie je dat ik bij 0 seconden een klein ruitje krijg. Als ik de cursor bijvoorbeeld even weghaal, dan zie je dat wat duidelijker. Dan ga ik naar 4 seconden toe. En nu moet ik Photoshop dus gaan vertellen van, ja, hier moet het dus gewoon iets anders zijn. Hier mag ze iets kleiner wezen. Ik ga gewoon naar het verplaatsgereedschap van deze laag en ik ga de laag aanpassen. Ik ga op een van de ankerpunten staan en als ik hem nu een klein beetje naar binnen sleep met de ALT ingedrukt, dan zie je dat ze kleiner wordt. Laat ik hem los, kan ik erop dubbel klikken, ENTER of hierboven op het vinkje en ze is wat kleiner. En je ziet, ik krijg bij 4 seconden een nieuw keyframe. Ga ik nu terug naar 0 seconden, dan is ze groter. En dat verloop dat zal gewoon geleidelijk aan plaatsvinden. Als ik even met de hand zo er langs ga, dan zie je eigenlijk al wat er gebeurt. Laat ik het automatisch doen, dan zie je dat ze gewoon krimpt. En dat is op zich precies de bedoeling. Maar ik wil natuurlijk ook gewoon de achtergrond groter hebben. Dus ik selecteer de achtergrondlaag. Nou, ik sta toevallig al op het verplaatsgereedschap, dus dat is goed. En ik klik hier op het hele kleine driehoekje. En bij de transformatie zeg ik gewoon, als ik terug ga naar 0 seconde. Bij 0 seconde is dit goed, dit moet zo blijven. Dus ik druk op het stopbordje om een keyframe in te stellen. En ik ga vervolgens naar achteren, naar de 4 seconden. En ik ga de achtergrond langzaam uittrekken door aan een van de ankerpunten te trekken. De alt ingedrukt te houden om hem gecentreerd te houden. En ik ga het hier even ophouden. Nu wordt mijn achtergrond ook langzaamaan groter. Ga ik terug naar het begin. Als ik hem nu ga afspelen, moet Photoshop gaan rekenen wat er allemaal gebeurt. En dat zal op een langzame computer wat trager gebeuren en daardoor krijg je een beetje een schokkend beeld. Niet druk overmaken, dat is misschien de eerste keer bij het afspelen. Want de tweede keer is hij gewoon volledig gebufferd. En waar zie je dat aan? Je ziet dat onder andere aan die groene balk hierbovenin. En ook tijdens het spelen zie je dat jouw letters van het framesnelheid dat die niet wit zijn of groen, maar dat die gewoon rood zijn. Maar als ik hem afspeel, dan zal dit dadelijk mijn effect zijn. Nou, ben ik daar happy mee? Ja, op zich kan dat wel. Alleen, ik moet hier natuurlijk ook gewoon iets mee gaan doen. Ik kan dit opslaan in Photoshop als een PSD-bestand. En dan blijven natuurlijk deze lagen en de transitie daartussen. Dus mijn filmpje blijft gewoon volledig intact. Maar met een PSD-effect kan ik natuurlijk naderhand niets. En het filmpje wat je aan het begin van deze film hebt gezien, het effect wat we hebben gemaakt, dat is natuurlijk gewoon een nieuw filmpje. En om er een filmpje van te maken, moet je hem renderen. En dat renderen, dat kun je hieronder bij dit pijltje. En als je daarop drukt, krijg je een nieuw venster voor je neus. Laat ik dit parallax noemen. En hij komt in mijn geval gewoon op de desktop terecht. Nou, de uitvoerinstellingen die je kiest is voor de film H.264. Dat is een soort codec. Je kunt ook kiezen voor QuickTime. Het is, het is zeg maar ja, een soort van bestandsformaat voor video. De voorinstelling is natuurlijk hoge kwaliteit, maar je kunt hier ook iets anders kiezen. Bijvoorbeeld 1080p 29,97. En de documentgrootte, ja, die blijft gewoon full HD, 1920 bij 1080 Maar je kunt ook nog andere dingen kiezen, net nagelang wat jij wil. En het bereik, dat zijn alle frames natuurlijk. En je drukt in dit geval op rendering. En Photoshop gaat vervolgens keurig aan de slag... Om het videobeeld te exporteren. Ieder beeldje wat ik uh, heb gemaakt met het vervormen. wordt gewoon even keurig uitgerekend, allemaal achter elkaar gezet. en daar wordt één filmpje van gemaakt. En als Photoshop klaar is, ga ik gewoon naar mijn bureaublad. en daar zie je dat keurig het mp tje erbij staat. Nou, als ik erop dubbel klik, dan wordt die geopend. en je ziet dat mijn effect gewoon keurig is toegepast. En zo eenvoudig is het dus om uh, heel leuk een parallax-effect aan je foto toe te voegen. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer, en doei. doei.